Welkom bij Sport Innovatie Talks. De gast is Matthijs Deken. Matthijs, je werkt bij Badminton Nederland. En we gaan in eerste instantie even met je praten over Air Badminton. Dat is een initiatief dat jullie dit jaar gestart zijn. Simpele eerste vraag, wat is het? Air Badminton is de buitenvariant van het traditionele badminton. Alleen het is toch wel echt heel anders dan het traditionele badminton. Alleen al omdat het natuurlijk niet binnen gespeeld wordt, maar buiten. Waardoor je enorm veel andere omstandigheden krijgt. Dus dat is eigenlijk het wat Air Badminton is. We gaan naar buiten. Wat heeft jullie verhouden om eerder buiten te gaan doen? Klinkt namelijk als het meest simpel wat er is. Hè? Wat is binnen, doen we nu buiten. Ja. Nou ja, kijk, buiten wordt natuurlijk altijd al gebadminton. En dat is natuurlijk absoluut niet nieuw. Het traditionele camping badminton, dat wordt natuurlijk al 100 jaar gespeeld. Alleen wat nu echt de grote innovatie is en waarom het nu ook een officiële buitensport is geworden, is dat er een revolutionaire shuttle is ontwikkeld die veel beter tegen de buitenomstandigheden kan. En dan met name natuurlijk met wind. Je noemt hem revolutionair, dat klinkt nogal zwaar, maar wat maakt het voor jou revolutionair? Wat het nu veel beter doet, is dat hij veel beter door de wind heen gaat. Het is een heel nieuw ontwerp, shuttle. De BWF, de Wereld Badminton Federatie, heeft deze shuttle speciaal ontwikkeld. Heeft hem afgelopen jaar ook op de markt gebracht. En hij doet het 28% om precies te zijn beter dan een gewone shuttle. En Matthijs, als leek op badmintongebied, dit eigenlijk is dit toch een no-brainer, zo'n shuttle. Ik kan me namelijk voorstellen, want ik weet het nog van de camping, dat als je met zo'n wedstrijd shutteltje speelt, ja, dat waait alle kanten op. Dus gebruik je op de camping van die wat zwaardere shuttles. Is het raar dat ik zeg van, goh, dat ding had er toch al lang moeten zijn? Ik deel die mening, zeker. Ja, had er al lang moeten zijn, maar het is kennelijk toch enorm moeilijk om dezelfde speel-eigenschappen te behouden en toch dat de wind minder invloed heeft. Je kan de shuttle verzwaren, maar ja, dan heeft hij weer hele andere vluchtlijnen en wordt het spel dus werkelijk anders of moeten er andere rackets gebruikt worden. Of moeten de veldafmetingen enorm anders worden? Dus eigenlijk dat hij intact laat hoe het karakter van het spel en de kracht van de slagen en vluchtbanen, zoals jij dat noemt, maar dat hij minder vatbaar is voor de wind. Begrijp ik het goed? Ja, dat je toch dezelfde kwaliteit kan houden ondanks de wind. En dan moeten we het niet romantiseren, want bij windkracht 5 is het gewoon echt een enorme uitdaging, laat ik het zo noemen. Maar dat is met heel veel andere sporten natuurlijk ook zo. En wat belangrijk is dat we het niet steeds moeten spiegelen aan het binnenbadminton, want het is gewoon anders. Een binnenbadmintonner, ja, die heeft misschien soms al last van de airco die te hard staat. Maar iemand die altijd gewend is om buiten op de camping te badmintonnen met een windkracht 3, ja, die vindt het eigenlijk allemaal wel prima. Hey, maar jullie hadden, behalve dat die shuttle anders is, was het voor jullie ook een moment om eens te gaan kijken van, kunnen we er meer mee? Kunnen we een ander publiek bereiken? Kunnen we mensen die we normaal gesproken niet bereiken binnen in de hal, zeg maar, kunnen we die ook wel bereiken buiten? Kun je daar eens iets over vertellen? Hoe is dat traject in zijn werk gegaan? Nou, we hebben vorig jaar al gezegd van als we meer zichtbaarheid willen en nieuwe doelgroepen willen bereiken, dat we naar buiten moeten. Want in de hal zie je het niet echt, hè? Of de grote massa ziet het niet echt. Dus als je het buiten doet, dan heb je veel meer kans dat het opgepikt wordt en gezien wordt. Nou, vorig jaar hebben we die badminton festivals gedaan. Toen waren we al een pilotland voor air badminton met het meehelpen ontwikkelen van de sport en ook nog het doorontwikkelen van de shuttle. Want die is afgelopen jaar pas echt definitief geworden. Dus dat was wel heel erg leuk. We merkten daar ook dat het goed ontvangen werd, het buiten badminton. Nog wel heel nieuw natuurlijk, allemaal wel mensen die ook dachten van ja, kan dat wel en is dat wel dus. Maar dat is normaal, maar over het algemeen meer dan 80% ook van de traditionele badmintonnen zei, hey, leuk, dit wil ik nog een keer doen.
Daaropvolgens zijn we gaan doorborduren en hebben we een heel platform gebouwd om de sport air badminton te lanceren. Dus het is meerledig. Het is één, leuk om het ook buiten te doen, maar met name ook inderdaad nieuwe doelgroepen te binden aan de sport badminton. Nou, hadden jullie fantastische plannen voor deze zomer. Wat heb je daarvan wel kunnen uitvoeren en wat heb je niet kunnen uitvoeren? Het online platform bouwen, dat is ons gelukt. We hebben er een hele eigen propositie van gemaakt. De Wereld Badminton Organisatie heeft Air Badminton de nieuw outdoor game. Nou ja, wij kijken naar de lange termijn. Natuurlijk, nu is het nieuw, maar wij willen het op onze eigen manier en toepasbaar voor Nederland. Wilden wij het zelf helemaal branden. Nou, daar hebben we echt goed overleg over gehad met de Badminton Wereldfederatie en hebben we daar ook toestemming voor gekregen. Hebben daarachter ook een heel online webshop achter gezet. Kijk, en wat natuurlijk niet heeft door kunnen gaan, zijn de evenementen die we eraan hadden willen koppelen, waardoor je heel veel meer interactie en zichtbaarheid kon krijgen. Dus online zijn we daar wel degelijk goed in geslaagd. En misschien wel beter dan anders, omdat het niet anders makkelijk zichtbaar was. Maar de evenementen die we op de planning hadden staan. Hè, we hadden met de Wereldfederatie ook een officiële pro-tour samen. Om de wedstrijdsport echt uit te gaan testen en te doen. Het eerste Open NK wilden we organiseren. En natuurlijk badmintonfestivals wilden we terug laten komen. Nou, die zijn grotendeels nog in de ijskast. Maar daarvoor in de plaats zijn wel andere dingen teruggekomen. In kleinere settings die we anders ook niet hadden kunnen doen. En er zijn er ook een aantal heel erg leuk en goed van naar buiten gekomen. En die we anders misschien niet hadden gedaan. Ja, want dat was natuurlijk corona voor jullie eigenlijk een buitenkans. Want alles moest letterlijk een buitenkans. Want alles moest vanuit de hal naar buiten op een gegeven moment. En qua timing kon het natuurlijk eigenlijk niet beter. Ja, zoals je dat zegt, dat is waar. Dat is misschien wel heel leuk. We zijn op zondagavond 7 uur Studio Sport, hebben we een kleine 5 minuten gehaald. Ja, als gewoon geen corona was geweest, had het gevuld met voetbal en weet ik van wat allemaal. En niet met een sport die nog niet eens een officiële eerste wedstrijd heeft gespeeld. Dus ja, zeker, dat heeft kansen geboden. Er was ook nergens meer een mobiel netje te krijgen. Dus mensen zijn inderdaad meer gaan badmintonnen buiten. Dus dat is een momentum die je dan pakt. Ja, nou, en daar moet je een beetje mazzel natuurlijk ook mee hebben. Is het raar als ik wat jullie doen, hè, nu succesvol, dat neerzetten van de buitenvariant van badminton, als ik dat vergelijk met wat de volleybalbond eerder heeft gedaan met beachvolleybal of bij basketbal, het 4-4, dat je zoekt naar een manier om in dit geval jullie sport aantrekkelijk te maken in een andere setting. En mogelijk ook met een andere doelgroep? Jazeker. Nou ja, we hebben natuurlijk gekeken naar het beach volleybal, wat natuurlijk ook eigenlijk van origine een binnensport is. En ook het 3x3 basketbal is natuurlijk ook een nieuw. Je hebt wisselspelers, dus je hebt er ook af en toe voor. maar dus daar kijken we zeker naar. Wat bij ons dan nog een extra dimensie is, dat het op verschillende ondergronden gespeeld kan worden. Wij willen ons absoluut niet alleen maar toeleggen op de beach, hè, want het kan op gras en het kan op hardcourt, maar ook op het zand. Er wordt wel gekeken op de lange termijn, wat is het meest interessante, wat is het meest spectaculaire. Dat neigt nu wel, wat ze zeggen vanuit de BWF en wat wij ook wel een stukje ervaren, is zand. Je kan spectaculaire duiken maken en dat soort dingen. Maar het urban is natuurlijk ook wel een hele mooie, dat je het op pleintjes kan spelen. En ik denk ook wel dat dat een hele belangrijke is voor de doorontwikkeling straks, waar we nu nog niet echt onze focus op hebben gehad, maar wat in 2021 zeker een focuspunt moet zijn, is de implementatie van de sport fysiek. Dat je het kan zien en dat het gespeeld kan worden. Denk aan netjes op pleintjes of op schoolpleinen. Dat je gewoon net als een tafeltennistafel in de wijk staat, of een basketbalveldje in de wijk staat, of een voetbalveldje in de wijk staat, dat je ook gewoon in het straatbeeld ziet, hey, daar staat een badmintonveld.
En dat is denk ik wel een hele belangrijke. Ik heb een vraag van Jochem Heuvels die meekijkt. Zijn badmintonverenigingen uitgerust om deze nieuwe sport te faciliteren? Hoe gaan zij om met deze innovatie? Want dit begint bij jullie, begint bij de bond. En dan wil je dat het over het hele land verspreid wordt. Nou, we hebben nu al pakketten voor de verenigingen. Denk aan nette lijnensets, de air shuttle, hoe wordt het gespeeld. We hebben een opleiding geschreven dat badminton trainers de module Air Badminton Trainer 1 kunnen doen, zodat ze het ook op de juiste wijze binnen hun vereniging kunnen aanreiken. Dus dat hebben we al klaar. Daar is ook al gebruik van gemaakt dit seizoen. En daarnaast is het zo dat we waren dat niet van plan, maar we hebben de clubtour in het leven geroepen. Daar hadden we een winactie op dat 10 verenigingen de clubtour konden doen. Dat is zeg maar een mini badminton evenement bij de vereniging zelf. En dat was dan ook gewoon echt goed behapbaar qua aantallen en veiligheid. Daar hadden we ook alles in verband met corona. Maar als je daar dan ook ziet hoe enthousiast dat nu ontvangen is. En ook al de mind change en de mindset ten opzichte van vorig jaar. We hadden nu zelfs een vereniging die bij Windkracht 4 zei van waarom zeg je het in godsnaam af? We willen het spelen. Terwijl je het jaar daarvoor had van ja, maar het waait nu te hard. Dus dat zijn wel leuke dingen die je al ziet binnen verenigingsland. Dat verandert. En daarna zijn er ook heel veel aanvragen geweest. En op die winactie hebben bijvoorbeeld 120 verenigingen zich aangemeld. Nou ja, dat is een groot aantal als je weet dat er ongeveer zo'n 460 verenigingen zijn in Nederland. Ja, en Matthijs, jij trekt hier al een tijd aan Air Badminton binnen de Badmintonbond, Badminton Nederland. Hoe ingewikkeld is zo'n innovatietraject binnen een sportbond als die van jullie? En dan bedoel ik van, is daar vanaf het begin echt alle focus op geweest, strategisch, wordt daar dan budget voor vrijgemaakt? Of is het toch aan het begin echt heel hard werken om iets nieuws, om daar een plek voor te krijgen binnen zo'n sportbond als die van jullie? Nou, ik moet zeggen, bij ons stonden we daar al gelijk wel open voor. Want we waren echt op zoek naar middelen om te kijken van hoe kunnen wij de sport beter onder de aandacht brengen. En toen wilden we al naar buiten. Alleen toen kwam er natuurlijk ook het hele traject dat air badminton een officiële sport ging worden. En dat hebben we gewoon natuurlijk meegenomen in het verhaal. En gekeken hoe kunnen we dat nou strategisch inzetten voor de lange termijn. Om Badminton Nederland gewoon een goede, sterke organisatie te maken. Samen met het traditionele badminton wat we al hebben. En daar een goed product van te maken. Waardoor we nieuwe doelgroepen goed kunnen aanboren. En belangrijk is dat men badminton leuk gaat vinden. En dat kan dan nu ook buiten. En niet alleen binnen. Dus dat is denk ik voor zowel de traditionele badmintonner leuk, die het zijn seizoen kan verlengen. Maar met name ook mensen die het leuk vinden om buiten te zijn en buiten willen sporten. Dat ze dat nu ook in een officiële vorm kunnen. En wie weet willen ze dat dan daarna ook binnen gaan doen. Dus dat kan elkaar alleen maar versterken. Nou, bij veel sportbonden in de gesprekken die wij dan ook voeren, is natuurlijk ook heel vaak de discussie over van hoe converteer je dan uiteindelijk die mensen die straks op een pleintje of op een grasveld aan het airbadmintonnen zijn. En die groep is afgelopen zomer al flink gegroeid. Dat zijn natuurlijk, hoeven niet per definitie lid te worden van een badmintonvereniging op dit moment. Hoe proberen jullie die conversie te stimuleren? Want ik neem aan dat ook wel een van de doelstellingen is, toch? Je wil natuurlijk je in de kaart brengen en kijken hoe kan je ze het beste iets aanbieden wat zij willen. Is dat een lidmaatschap? Prima. Maar als dat geen lidmaatschap is, dan moeten er dus andere dingen zijn waardoor wij die mensen kunnen binden. Ja, we hebben nu bijvoorbeeld een app. Ga daar erop in. Hoe doen jullie dat dan? Wat precies? Want je viel even weg. Manieren om mensen te binden. Wat zijn de manieren die je tot je beschikking hebt?
Nou ja, we hebben nu een app gekregen waarbij je dus mensen kan registreren, maar ook bijvoorbeeld met een QR-code. Dus op het moment dat daar bijvoorbeeld straks veldjes zijn en daar is een QR-code, dat mensen zich kunnen aanmelden, dat ze even kunnen spelen en dat ze de stand bij kunnen houden, bijvoorbeeld. Dus dat zijn methodieken die we kunnen doen. En daarnaast, als ze op evenementen komen die wij organiseren, ja, kunnen ze zich natuurlijk ook binden. We kunnen een toernooicircuit kunnen we gaan opzetten. Maar wat we ook proberen te doen, kijk, je hebt heel veel al commerciële, maar ook niet commerciële, buiten sportaccommodaties, die bijvoorbeeld nu ook al beachvolleybal aanbieden, maar ook beachtennis aanbieden, maar ook straks gewoon het airbadminton kunnen aanbieden. En zo hebben we al bij verschillende organisaties zoals deze, hebben we daar clinics gegeven. En kijken ze nu ook of ze daar bijvoorbeeld een vaste speelavond kunnen doen, waar mensen die niet lid zijn of wel lid zijn, of dat verenigingen daarop aanhaken of niet aanhaken. Dat zijn allemaal verschillende mogelijkheden om de nieuwe doelgroepen daar ook naartoe te trekken en dus ook te binden aan ons. Interessante vraag van Bert de Boer. Bert zegt, is het niet een nadeel dat veel sportbonden dezelfde ideeën hebben om de sport extra te promoten? En dan noemt hij een aantal voorbeelden, badminton, voetbal, tennis. En hij zegt, en die openbare ruimte is schaars. Zijn jullie elkaars concurrenten of werken jullie samen? Nou, op heel veel gebieden werken we ook wel samen. Ik bedoel, je kan beter iets goeds bij de buurman halen dan iets slechts zelf bedenken. En kijk, wij zitten op de Kelvinbaan met 7 andere sportbonden. En wij hebben natuurlijk, toen wij naar buiten gingen, zijn wij gaan kijken bij sportbonden die buiten al evenementen bijvoorbeeld organiseren. Ik denk meer ook in het aanbod dat je niet moet zeggen van, nou ja, basketbal is niet goed en badminton wel. Nee, ja, de een past het wel en de ander past het niet. En ik ben absoluut niet bang om met verschillende sporten zeg maar een soort meubelboulevard idee te hebben. En dat je gewoon gaat proeven van wat is sport en welke sport past bij jou. En uiteindelijk zal dat allemaal, helpen. Ja, want het punt is, ik herken wel wat hij zegt. Want bijvoorbeeld, er zijn ook veel bonden bezig die zijn aan het proberen om hun sport onderdeel van het onderwijs te laten worden. En dan zie ik zo voor me dat de ene week de ene bond met zijn ideetje, zeg maar, langs de scholen gaat. En de volgende week de andere bond. Zouden jullie meer gezamenlijk moeten optrekken bij dit soort dingen? Ik denk dat het in sommige gevallen zeker heel goed is en dat dat nog niet genoeg gebeurt. Ik denk dat we daar veel efficiënter in kunnen zijn. Ja. Kun jij eens iets vertellen? Het programma gaat ook heel erg over kennis delen. Als jij nu terugkijkt naar die afgelopen periode, wat heb jij van dit traject geleerd waar andere bonden iets aan kunnen hebben? Ik denk doordat we een totaal platform wilden bouwen, dat we dus echt alle facetten wilden aanraken en erin hebben willen doen, dat wij dus met het totaalconcept wel enorme stappen hebben gemaakt en ook innovatief zijn geweest. En ook bijvoorbeeld wat we gedaan hebben, is die Air Shuttle is ontwikkeld door de Badminton Wereld Federatie. Die heeft dat aan een bedrijf uitbesteed en daar mogen bedrijven, zeg maar, die shuttle kopen en dat zelf branden. Bijvoorbeeld Yonex zou die shuttle op de markt kunnen brengen, Decathlon zou die shuttle op de markt kunnen brengen. Wij hebben dat zelf ook gedaan. Wij hebben vanuit onze eigen propositie, hebben wij ook gezegd en gedurfd om zelf te investeren in die shuttle. Dus wij hebben nu vanuit Badminton Nederland onze eigen shuttle die we op ons platform verkopen. Dat versterkt dan ook weer dat mensen bij ons op het platform komen, omdat die daar ook te krijgen is. En dat is niet alleen maar als, zeg maar, een soort ook marketing tool om mensen als een webshop te krijgen, maar ook om te zorgen dat wij het aanbod kunnen garanderen, maar ook dat we de prijs kunnen bepalen en dat die laag is en dat die veel en makkelijk gebruikt kan worden. Ja, is dan een van de lessen, Matthijs, dat je met name waar het hier om gaat, om commerciële belangen, dat je niet al te snel geneigd moet zijn om zeg maar de grote partijen dan toch maar die mogelijkheid te geven, maar soms als bond dan maar moet denken, nou ja, weet je, we hebben er geen ervaring mee, maar we gaan die toch even in eigen beheer houden en mogelijk daar ook nog een centje aan verdienen, want dat zal ongetwijfeld
ook zeer welkom zijn bij Badminton Nederland. Ja, tuurlijk. Er wordt natuurlijk al jaren gekeken naar verdienmodellen binnen sportbonden. Wij denken dat we met Air Badminton daar ook op een gegeven moment een mooi verdienmodel aan kunnen hangen. Alleen dat zal altijd ten goede komen van de badmintonsport en niet zoals andere commerciële partijen die zeg maar op winst uit zijn om er zelf beter van te worden. Wij willen dat teruggeven aan de badmintonsport en zo krachtiger worden om badminton te laten zien in Nederland. Welke verdienmogelijkheden zie je anders dan zeg maar, het verkopen van een shuttle? Nou ja, maar ook het platform moet natuurlijk op een gegeven moment interessant worden. Als wij op een gegeven moment ook voldoende volume hebben aan mensen die zeg maar, de sport spelen, zijn we natuurlijk ook interessant als sport voor commerciële partijen. We zijn natuurlijk een leuke, snelle, dynamische sport. Het is buiten, het is gezond voor je. Dus er zullen genoeg partijen zijn die datzelfde willen vooruitstreven en zich daar misschien aan binden. Daarnaast is het ook zo dat we willen kijken of we bij commerciële partijen ook gewoon daar een vaste plek kunnen krijgen om gespeeld te worden. En daar kunnen natuurlijk ook allerlei verdienmodellen aangehangen worden. Hey, over de sporten die bij jullie in het pand zitten, zeg maar. Tafeltennis zit er onder meer in, hè? Basketbal zit erin. Tafeltennis heeft ook een dezelfde soort app waar jij net vertelde. Maken jullie daar onderdeel van uit? Zo'n app waarmee je wedstrijden kunt bijhouden op bijvoorbeeld de tafeltennistafel in je bedrijf of op het pleintje. Bij ons achter staat zo'n pleintje met zo'n QR-code. Als je met basketbal en met tafeltennis hierover praat, wat gebeurt er dan? Delen jullie kennis, dan gaan jullie weer uit elkaar? Of zien jullie daar even vervolg op het onderwerp net? Zien jullie daar toekomstige mogelijkheden om samen iets te doen op mijn pleintje? Nee, zeker. Ik bedoel, dat kan. Er zijn natuurlijk heel veel sporten die je op één plek heel makkelijk tegelijkertijd kan spelen. Ik vind bijvoorbeeld zo'n kruifkoord vind ik een heel mooi voorbeeld. Daar zijn ook volgens mij applicaties voor om daar te volleyballen, tennissen en badmintonnen. Alleen die zie je nog niet vaak op het pleintje terug. Maar je ziet er wel dat er gebasketbal kan worden, gevoetbald kan worden en dat er heel veel andere dingen gebeuren. Die app waar je het over had, die de tafeltennisbond heeft. Nou, in principe hebben wij dezelfde app, alleen dan helemaal gemaakt en gebrand en met functionaliteiten gebruikt voor ons. Als badmintonbond. Ik zal natuurlijk een stukje kennisdeling. En we zijn er natuurlijk mee in aanraking gekomen doordat de tafeltennisbond daarmee aan werkt. Ja. Zijn mensen daar gaan gebruiken? Is dat deel ervan ook al een succes? Ja, nou ja, het is vrij kort geïmplementeerd nu. En eigenlijk, daar heb je het weer. Wij zijn met deze app versneld aan de slag gegaan door corona. Baanreserveringssysteem zit er namelijk ook in. En er zitten nog vele andere mogelijkheden in. Inderdaad, het bijhouden van je scores, et cetera, wat het natuurlijk heel interactief en leuk maakt voor de gebruiker. Maar dat is dus waarom we dat nu zijn gaan doen. En we hebben nu, ik heb daar vanochtend, we zitten nu al bijna op 1000 gebruikers en we zijn net pas begonnen. Zeg maar het aan het grote publiek laten zien wie we zijn en wat we doen. Dus de mailings eruit gooien, et cetera, dat is nog niet eens gebeurd. Dus dat loopt voortvarend. Ja. Ja, kun je ons eens meenemen door de plannen die jullie nog hebben liggen, weet je? Je hebt een prachtige eerste stap gezet, een stelletje in de rug misschien in coronatijd. Wat staat er, zeg maar, de rest van dit, laten we even seizoen tot komende zomer, bij jullie op stapel om nu een echt groot succes van te maken? Nou, wat we nu gaan doen, we hebben vorige week al een kleine evaluatie gehad waar we tot nu toe staan en wat we gedaan hebben. Ons Air Badminton seizoen loopt zeg maar tot half oktober. En dan gaan we het echt wat op een lager pitje gooien. Wat we natuurlijk wel willen is nu kijken van wat hebben we nu geleerd, wat hebben we gezien. Een van de ideeën die we nu hebben is dat we een vast clubje gaan kijken.
En die twee wekelijks of één keer per maand bij elkaar komen, die gaan air badmintonnen, en dan wel misschien op een binnenlocatie, om de sport beter te leren kennen en bijvoorbeeld daarop weer de opleiding aan te passen en de tips en tricks die je nodig hebt om goed buiten air badminton te kunnen spelen, om dat verder te brengen. Maar wat echt ook belangrijk is dat we... Ja, dat we nu, hè, want die opleiding die we geschreven hebben, die is niet alleen voor de badminton trainer, maar die kan straks ook bijvoorbeeld voor de buurtsportcoach zijn. Of voor de gymleraar op scholen. Dus wij zijn nu ook al bezig om te kijken met de sportbedrijven die er zijn, of bij de gemeentes die er zijn, om daar die module aan te bieden. En ook gewoon de wat is air badminton en wat kan je ermee en hoe kan je aan die materialen komen. Ik denk dat dat echt een hele belangrijke volgende stap is. Zodat je niet alleen maar straks als je een evenement zichtbaar bent, maar dat het op scholen gegeven gaat worden. Dat het bij buurtsportcoaches gegeven gaat worden. En dat je zo veel meer een grotere olievlek krijgt, dat op de juiste manier air badminton wordt laten zien en wat het is en hoe leuk dat kan zijn. Kun jij er volgend jaar evenveel tijd voor maken als je dit jaar hebt gemaakt? Want daar gaat het nu om. Je hebt nu laten zien dat het leuk is. Wat potentie heeft, heb je nu aangetoond. En nu moet jullie verder. Ja, nou de intentie is daar zeker. Maar dat hangt er natuurlijk ook helemaal vanaf wat voor funding zit daar dan weer achter. En die funding hangt dan weer af van wat voor mooie, goede plannen heb je dan. Nou, we hebben de eerste week oktober gaan wij bij Badminton Nederland gaan we de eerste grote raam of de frames maken voor de plannen van 2021. En nou ja, daar beginnen we natuurlijk bij onze droom. Hoe willen we de volgende stap maken met air badminton? En dan gaan we kijken wat daar voor budgetten voor nodig zijn. En kijken of we die budgetten kunnen realiseren. En anders moeten we weer gewoon creatief aanpassen. Zodat we toch die volgende stap met impact kunnen maken. Ja, mooi. Ja, wat mij betreft is verhaal rondsteken. Of heb jij nog een laatste prangende vraag? Nee, ik vind het een hartstikke mooi verhaal. En echt ook echt een mooi voorbeeld van hoe je met creativiteit en slim manoeuvreren, ook met de internationale bond, ja, echt zo'n vermoeien op een hele goede manier neer kan zetten. Dus ik ben onder indruk. Ja, ik ook, wat dank je. Ga gewoon voort. Zet hem bedankt. Wij gaan vanaf vandaag weer wekelijks dit soort verhalen ophalen bij de mensen die er hard aan werken. Dus nogmaals, dankjewel aan Matthijs en voor de rest van jullie bedankt voor het kijken en tot de volgende week. Jullie ook bedankt.